ZVL Tetro speelde vrijdagavond in zwembad De Zijl de eerste halve finale om de landstitel tegen UZSC. Nadat het lang gelijk opging, creëerde ZVL in de derde periode toch wat meer afstand. Het laatste kwart werd ingegaan met een 8-5 voorsprong, maar toch kwam UZSC terug tot 8-8. De wedstrijd die een winnaar moest krijgen, werd door een laatste doelpunt van Marianne de Groot door ZVL met 9-8 gewonnen. De Groot was met 6 doelpunten de topscorer. Zaterdagavond speelt ZVL de tweede wedstrijd in Utrecht. Bij winst gaan de dames door naar de finale. Uitermate tevreden. Kijk, het is een hele rommelige wedstrijd. Maar ik weet, zo'n eerste wedstrijd, altijd thuis voor je eigen publiek, is altijd heel moeilijk spelen. Dat zie je ook aan de uitslagen. Als je de eerste wedstrijd gewoon uitspeelt, UZTC komt hierheen van ja, nou we hoeven eigenlijk niets. En die spelen gewoon eigenlijk gewoon zonder spanning en die schieten wat ze schieten kunnen. En dan zie je, dat had ik altijd die meiden gezegd, verwacht gewoon dat je een hele gekke wedstrijd krijgt en dat de doelpunten ingaan die er normaal niet ingaan. Er gaan nu 3 doelpunten van afstand in en 3 met voordoelpunten. Nou, we hebben een hele competitie 3 met voordoelpunten in totaal tegen gehad. En nu krijgen we in dit soort wedstrijden krijgen we er 3 tegen. Maar ik ben heel tevreden over hoe de meiden geknokt hebben. En nadat UZSC terugkwam tot 8-8, dat ze toch door zijn gegaan en we dat de laatste doelpunt nog gemaakt hebben. Spannende wedstrijd. Toch ook een wat lastige wedstrijd. We komen eerst wat achter, dan komen we gelijk, dan komen we voor. Dan komen ze toch weer terug, wat eigenlijk misschien niet helemaal nodig is. Ik denk dat we gewoon de betere zijn. Maar ja, het is gewoon een spannende wedstrijd. Dat blijft erbij. En dan horen die tegendoelpunten ook te komen, helaas. En morgen weer. We hebben een heel intensief oefenprogramma gehad. We hebben zelfs tegen UZTC nog hebben we ook getraind. Maar we hebben tegen GCC Donk oefenwedstrijden gespeeld. Dus we hebben echt heel veel wedstrijden gespeeld. Meiden zijn echt goed voorbereid. Dus dat we een tijd niet gespeeld hebben in een competitie, dat valt wel mee. En jij maakt nu 6 van de 9 doelpunten. Waarschijnlijk zullen ze jou morgen wel gaan aanpakken. Ja, dan moeten jullie toch iets anders bedenken. Ja, dat speelt ons op zich geen probleem. We hebben, als wij kijken in onze lijst wie dit seizoen de doelpunten hebben gemaakt. De ene keer ben ik het, de andere keer is Yves. Er is iedere keer wel iemand anders die opstaat. Dus ik ga ervan uit dat morgen ook weer gaat gebeuren. Dus als ze mij dan uitpressen, dan alleen maar mooi. Want krijgt de rest alleen maar meer ruimte. Je moet morgen geconcentreerd spelen. Ja, en je kunt altijd nog een derde wedstrijd verwachten. Ik zeg altijd dat in mei je moet wedstrijd voor wedstrijd spelen. Niet gaan rekenen, niet denken, nu hebben we gewonnen en dan winnen we morgen ook weer. Je moet gewoon goed blijven spelen en geconcentreerd blijven spelen. Elke wedstrijd opnieuw. En het kan best zijn dat UZTC ook weer wat geluk heeft en die ballen er ook weer ingooit. En dat je die wedstrijd verliest. En dan moet je voor een derde wedstrijd gaan. Dus dat zit er ook nog in. Dus wat dat betreft is het geen gelopen race. Ik denk dat als wij gewoon ons eigen spel spelen, een goede wedstrijd spelen, dan moet dat zeker lukken. Maar ja, het blijft een halve finale. Dus we moeten gewoon elkaar verknokken.